allemaal. Zo, wat is het glad. Het is... Ik ga bijna mijn spoel. We zijn aangekomen bij ons favoriete park. Woehoe! Ja, we zijn er al, zoals je ziet. En we gaan even ons huisje bekijken, want we moeten er even inchecken. Oh, ik ben zo benieuwd. Ashley en Jordi zijn er al. Zijn die al in het huisje? Nee, die staan bij de receptie. Oh! We hebben echt een heel mooi huisje, maar we liegen tegen Niek dat we een heel skeer huisje hebben. Ja, dat is helemaal niet waar dat ze in een stapelbed moet slapen, maar het is niet zo. Ja, Niek, wat vind je er nou van dat je in een stapelbed moet slapen? Ik dacht dat jij zei, ik ga wel. Nee, jij gaat. Sophie. Ja, ik vind het een beetje lullig als zij. Ja, is ook zo. Kijk eens wie er zijn! Dit zijn wel goede huisjes. Ja, we hebben ook echt gewoon een goed huisje. 140. Ja, we hebben ook gewoon een mooi huisje. Dus dat is eigenlijk een leugen altijd. Je bent geprankt! Misschien... Hé, we zeggen nu wel dat we niet in een stapelbed hoeven te slapen. Misschien is dat gewoon een stapelbed. We gaan niet in een stapelbed slapen. We gaan het nu uitzoeken. Kom, we gaan naar binnen. We gaan naar binnen. Kom, even kijken. Ik wil het huisje zien. Dit is hem. Nou, echt een parel. Echt een pareltje. We hebben zelfs een heel tuintje, joh. Nu moet even die sleutel... Ja. Mag ik degene zijn? Die... Ja, wacht. Dit is echt helemaal. Ja. Zit het aan elkaar vast. Oh, het is gewoon zo'n... Oh. 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 Nee, nou, dat is heel technologie. En daar hou je niet van. Daar hou ik niet van. Hoe werkt dat dan? Ja. Maar bij me. Ik ben hier heel goed in. Oh, het duurt lang. Oh, hey. Oké, eerste kamer. Eerste stapelbed. 3, 2, 1. Oh, wow. Oh, wow. Oh, 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 shit. Zo. 3, 2, 1. Kijk die kast. Holy shit. Mag je wonen? Mag je wonen? Jordi wil ook kijken. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Slecht nieuws. Goeie nieuws. We hebben een paar prachtige kamers hier. Ja, dat is slecht nieuws. Het is een slaapbed. Nee, slecht nieuws. Ze zitten alleen niet aan elkaar vast. Oh. Oh. Ik en ik gaan nou niet slapen. Jongens, ik... echt goed nieuws. Nee. Goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Nee. Wat is dit? Nee. Slechte nieuws. Nee, begin de bank. Het is goeie nieuws. We hebben echt een super ruim, prachtige... Ja. Dat hebben we lang gezien. Nee, ziet echt klein. Nee, rot op. Nee. Ik sta niet boven. Oh! Maar het is wel groter hier. Ja, dat wel. Heel geen stapelbed. Dan moeten we weer handjes vasthouden. Bye. Oké. Okay. Kijk, kijk, we hebben een kaartje. Hebben jullie even je horses erbij voor de volgende? Nee, ze even voor. Lieve Maxime en Sophie. Welkom op Duinruil, wat onwijs leuk dat jullie hier zijn. Met deze wat lekkers om jullie Duinruil weekend goed te beginnen. De twee ontbijtvouchers zijn voor... Oh, we krijgen ook gratis ontbijt. Nee, 2 dagen, denk ik. Bier! Wie lust er bier? Ik niet. We zijn op een geniaal idee gekomen om vanavond met z'n zes in één kamer te slapen. Dat is echt een tofste idee ooit. Dat past ook niet. We gaan echt niet slapen vannacht. We hebben nog meer matrassen nodig. We missen er nog 2. We hebben nu nog maar 4 bedden. We moeten heel veel. Kijk, de mannen zijn al bezig. Kijk eens. Handig hoor, mannen. Kijk eens. Ja, maar laten we wel gewoon de deur open dan. Ja. Er komt er één bed nog zo. Oh, dat is wel zielig. We willen eigenlijk even een achtbaan in. We zijn ook onderweg naar de achtbaan. Maar het gaat heel slow, zoals je ziet. Ja. Want iedereen gaat iedere keer bijna op zijn spoel. Ja, oh! Hier is het heel glad. Ze zei dat de achtbaan dus beperkt open gaan omdat het dus zo koud buiten is. Ja, het is ook wel koud, maar het is vandaag gelukkig wel een goede dag. Dus ik hoop dat ze gewoon lekker open zijn. Ik hoop het ook. Het is best wel warm vandaag. We hebben goed nieuws en we hebben slecht nieuws. Het slechte nieuws is, de coolste attractie van Duinruil is dicht. De Falcon. Maar het goede nieuws is, er is er eentje open. Het is wel een kinderattractie volgens mij. Tenminste, hij gaat gewoon niet over de kop. Daar kunnen we dus wel in. Dus daar gaan we nu ook even in. Oh, wat leuk jongens. Geweldig. Oh. Hey, geen hart. Iedereen zijn eigen bak. Oh, ik achterin dan. Achterin. Ik dacht dat het gewoon een rustige was. Is hij niet rustig? Oh, oh.
lekker, zo'n lekker stoeltje. Oh, kijk. Je hebt ook zo'n sliert hier. Ja, kom maar. Dank je. Kom maar hier, jij. Oh, hallo. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ah! Laat me eens los. Laat me los. Laat me los. Zo, weet je wanneer je echt gek bent? Als je hier nu op dit ijs gaat. Dan ben je echt niet goed. Nee, dan ben je eerlijk. Dan ben je echt een loser. Dan ben je echt niet goed. Wauw, jij bent echt niet goed. Gewoon doen, YOLO! Normaliter spring je ook niet op het ijs. Je moet er gewoon op staan, rustig. Oh. Ja, ja, zie je dat kan. Ja! Als we nu doorheen trekken. Ah, nee. We zien echt goed. Oké. Jordi, mag ik bij jou in de fiets? Ja. Please. Ga maar. Yes! Dat is best wel een hobbelig ding. Ik vertrouw hem niet helemaal. Hoi. Ja, je hebt hier een rem. Oh, oké. Kan je gewoon remmen. En waar zit de motor? De motor heeft geen motor. Skeer. Oh, ik vind het best wel eng over het water. Nee. Oh shit. Oh, dat voel ik wel erg. Ik heb mijn hand in mijn zak, zo. Ik kan niks. Oh nee, ik haat het. Ik vind het niet leuk. Nee, ik wil het niet. Wie is dit? Waarom? Stress, denk ik. Nee, rot op. Ik vind het niet leuk. Zo, hier zijn die vossen. Oh. Kak, hij is mislukt. Mevrouw, kunt u mij even helpen? Wil je deze sneeuwbal? Nee. Ik wil graag dit kopen. Kan ik dat kopen van jou? Ik ben echt helemaal blij met mijn nieuwe sokken. Ik ook. Helemaal blij. Oh, de grijze, mooi hoor. Leuk. Ik vind je echt niet het mooiste eigenlijk. Nee. Dat is wel lelijk. Maar dit gaat wel je voet opwarmen. Ja, daar doen we het voor. Het is mega koud. Ik ga ze even aandoen. Ga ze hier om? Je kunt toch beter beneden aan? Ja, beter beneden. Als we zitten, bij de pub. Ja, we gaan nu toch naar de pub toe. Hallo. Oh. 18 denk ik, toch? Ja. Iedereen. Hij is nog 12. Oh, we zijn 18. Oh ja. Het is echt super gezellig. We zijn echt heel veel mensen. Kijk, met allemaal TikTokkers. Gezellig. Kijk. Hi. Kan je van de kant gaan? Jij bent niet zo heel erg. Ik ben een plus 6. Nee hoor, jij hoort er ook bij, joh. Sander is natuurlijk weer daar voor de voetbal. Hè? Is het spannend? We are having dinner. Jij bent niet op. Nee, ik heb te veel gepakt. Je mag gewoon je bord onderleggen. Ik zeg het heel eerlijk, mijn ogen waren groter dan mijn maag. Altijd. Ik moet er een keer van leren, verdomme. Ja, het is gezellig. We zitten met een paar TikTokkers aan tafel. Ik ga even naar Maxime toe. Even vragen hoe met Maxime is. Hé, jongen. Hallo, hoe gaat het? Nee. Jij hebt me echt veel te veel schuim gegeven. Ja, ik heb mezelf ook veel te veel gegeven. Jij hebt zeker ook niet opgegeten, hè? Nee. Hele mooie avond, zoals je ziet. Ik heb echt geen zin in een film. Het is 2 uur geweest. Maar ik heb wel zin in een herfst. Nee, ook geen zin in een herfst. Ik heb zin in herfst. Ja, echt zo'n herfstjoch. Ja, maar wat is er serieus mis aan herfst? Alle. Regenbladeren. Ja, maar dat heb je serieus. Hier in Nederland in de zomer heb je dat ook. In de winter heb je dat ook. In het voorjaar heb je dat ook. Even serieus, wat is er mis met herfst in Nederland? Alles. Je mist de knusheid van de winter. En je mist de warmte van de zomer. Ja, het is soort van allebei het slechtst. Waar. De laatste jaren is in herfst is het gewoon 30 graden. Fucking relaxed. We hebben echt een hele leuke avond gehad. Iets te hard gelachen kan ook nog gebeuren natuurlijk. Ja. Ik bedoel, deze setup. Deze setup is nu het... Kijk, oh ja, trouwens. Even.
dat weten jullie al. Maar ik heb mijn nieuwe sokken aan. Ik heb zelfs mijn andere top. Ik heb een kus op mijn teen. Om mijn grote teen. Die is van Sophie. Ashley, we hebben het licht uitgezet. Omdat ja, dat zie je niet. Dat zie je. Ijoh, je likt de camera. Mijn kussen ligt in het midden, betekent dat dat ik op geen idee wat dit betekent. In de gang ik heb geen idee. Oké, ja, het is al maar duidelijk. Je mag bij ons liggen hoor. Je mag het tussen ook gewoon tussen op van de zijkant van hier. Maakt niet uit. Voor mij heeft iedereen gewoon al in het bed gekleept, ja. Oké, okay, dat betekent dus dat ik... Nee, dat hoeft ja, dus niet. Dat is nodig weer vloggen tijdens het tanden. Nee. Sorry hoor, dat ik de enige ben die aan het werk is dit weekend. Jouw kussen ligt hier, dus je mag hier gewoon komen liggen. Kom maar. Nou, maar wat chill, daar ben ik. Zo, voor eens niet eerst het licht uit doen. Erbij, wacht, transition, wacht. Jongens. Ashley, jij mag de transition doen. Nee, dat is... Nee. Wat doe je nou? Je moet zo zoen. Ik morgen in het terug. Dan moet je tot morgen gaan. Goedemorgen allemaal, daar zijn we weer. Ashley en ik hebben lekker een ontbijtje gehaald. En Maxime, je moet je bed uitkomen. Ik zie je niet uit, jongens. Kijk even dit. Hoe zie ik eruit? Van 1 tot 10. Nee, niet een 10 zeggen, want dat is niet zo. Ik heb ook eens voor mezelf kijken, dat kan niet. Oh, wat erg. Ja. Nee, dat was een slecht idee. Ik ga even een trui halen. Zo, lekker hoor. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij hebben weer Fristie gekocht. Wat een mini-portie, schattig. Nou, iedereen is zich aan het klaarmaken hier. Omdat we... Fucking koud buiten. En Jordi heeft eindelijk zijn winterjas gepakt. Zijn we er allemaal bijna klaar voor? Nee. Ja! Wel? Ja, bijna. Nee. Nog niet. Wel, weten jullie eigenlijk wat we gaan doen? Nee. Nee, niemand weet eigenlijk wat we gaan doen. We doen allemaal alsof we heel veel van weten wat we vandaag gaan doen, maar niemand heeft een idee. Mijn buurman komt even langs. Hij heeft het leuks meegenomen. Gisteravond, hebben we het eigenlijk gefilmd gisteren? Nee toch? Nee. Gisteravond hebben we de dingen in de vriezer gestopt. Het is een beetje hard. Dit kan echt niet. Ik heb het vasthouden. Dit kan echt niet. Maar kijk, we kregen hem er dus niet uit. En dat ging niet uit. Was die vastgevroren? Ja. Oh. Oh. Zijn been gebroken. Is hij kapot? Nee. Wie weet er wat we gaan doen? Nee. Zie je nou? Echt, ik dacht dat wij het alleen gewoon niet wisten. Maar... Niemand weet het hier. Het is één grote mysterie. Wat een entree. Er zijn ook echt met overdreven veel mensen hier. Oh, eten, snackie, alles goed. Is er ook een warme choco? Hè? Is er ook een warme choco? Ja, die zijn er dus niet, volgens mij. Nee, dat is er niet. Er is geen warme choco wel. Dat is niet beloofd. Dat is niet beloofd. Ze gaan nu 5 oliebollen naar binnen douwen. En Sander lust geen oliebol. Hij lust geen krenten. Hij zei het allemaal, zit er niet in zitten. Het is gelijk spel. En het is nu alles bepalend, want het team wat als eerste de oliebollen allemaal op heeft erin. Ja, dus en wat winnen ze uiteindelijk? De Golden Christmas Ball. Oké. Okay. Wow. Oh. Ja, wie wil dat nou niet, hè, zo'n kerstbal? Oké, dan tel ik af. 3, 2, 1, go! Want koken, ze moeten er nog 5. Ik heb het echt heel moeilijk. Nee, eet eens op die oliebol. Er zijn nog niet klaar hoor. Oh shit. Ja, we hebben verloren. Wat vond je er nou van? Ja, dit was toch wel een goede ervaring. Ja? Ik denk dat dit wel... Wel echt bovenaan staat. Ja, zoals een piek. Ja. Jongens, eten is er. Eten is er. Eten. Er is eten. Wat is het allemaal? Ja, weet ik niet. Hier, onder die weg. Wat is het dan? Komkommer en kijk. Ja, dat is toch saai? Je hebt gewoon iets met vlees of zo? Dan zit die kip zo chemisch uit. Zo. Nou, dat is wel lekker. Die heb ik vorige keer ook gegeten. Lekker hoor. Content! Oh my god!
Nee. Nou, ja. Heet het? Kom, moet ik? Ja. Oké. Okay. Ik wil er ook een. Daar is hij. En? Oh. Rij hem om, rij hem om. Ik schaam me. Zo, koffer is weer ingepakt. Ja, de bedden zijn soort van... Wat? Ja, jouw haar al. Wat is er? Ja, wat denk je? Kom maar even kijken. Want ik heb helemaal niks raars gedaan. Alleen dit. Nou, koffer is ingepakt. De bedden die hebben we weer soort van teruggezet. Het ziet er nu wel weer een beetje normaal uit. Hier iets minder. Hier had op een gegeven moment geen motivatie meer. Dus hebben we het er maar gewoon opgesmeten. Weet je hoeveel werk het was om die patrassen weer op te krijgen? Dat is echt niet normaal. Ja, daar krijg je armspieren van, hè? Ja. Zo. Die mag ook al een keertje op. Is de rest ook allemaal opgeruimd? Ja, de kikker ligt er in de vriezer. Dat is de belangrijkste. Nou jongens, dit was me weer weekend. Ik ben echt helemaal kapot. Ja, we allemaal. Maar het was het helemaal waard. Ja, het was echt super leuk. Jammer dat de attracties niet open waren, maar alsnog hebben we wel een leuk weekend. Dat gaan we nog 100%. Wel even een keer inhalen. Dat gaan we nog wel even een keertje inhalen. Inderdaad. Bedankt voor het kijken. Vergeet zeker geen likeje achter te laten. En vergeet ook niet te abonneren om te hoog te blijven van deze meest geweldige video's die je ooit veel even gaat zien. En dan zien jullie volgende week weer. Hè? Doei! Doei!